Snurken kan behoorlijk vervelend zijn voor je bedpartner. Maar wist je dat het ook gepaard kan gaan met periodes waarbij je letterlijk stopt met ademen doordat je bovenste luchtweg dichtklapt? Dat noemen we obstructief slaapapneu. Deze ademstops duren minstens 10 seconden, maar kunnen ook veel langer, zelfs minutenlang aanhouden, waardoor het zuurstofgehalte in je bloed daalt. Hierdoor krijgen je organen, zoals je hart en je hersenen, ook minder zuurstof en gaan ze minder goed werken. Om nog maar te zwijgen van de verstoorde slaap, waardoor je nooit meer echt uitgerust bent. Een van de meest gekende en gebruikte behandelingen voor obstructief slaapapneu is CPAP. Hierbij wordt er via een masker op de neus lucht in de luchtwegen geblazen om zo de luchtweg open te houden. Deze behandeling werkt erg goed, maar patiënten gebruiken het masker niet altijd goed omdat het oncomfortabel kan aanvoelen. Een alternatief op de CPAP-techniek is het MRA, een uitneembare en verstelbare mondbeugel die de onderkaak van de patiënt naar voren brengt. Hierdoor wordt de luchtweg opengehouden en vermijd je snurken en ademstops. Het voordeel van deze MRA-beugels is dat ze klein zijn, makkelijk mee te nemen en in het algemeen beter verdragen worden door de patiënten dan CPAP. Maar op dit moment zijn ze minder efficiënt in het vermijden van ademstops dan CPAP. Tijdens mijn onderzoek gaan we op zoek naar manieren om deze behandeling te optimaliseren. Een van de mogelijke oplossingen is de behandeling te personaliseren en de positie van de onderkaak aan te passen aan de noden van de patiënt. Niet elke kaakpositie werkt immers even goed voor elke patiënt. Op dit moment kunnen de patiënten thuis de positie van de onderkaak geleidelijk aan aanpassen als klachten, zoals snurken, afnemen of net toenemen. Maar dat is uiteraard subjectief. We kunnen het nog fijner en correcter afstellen tijdens een slaaponderzoek, waarbij we de positie van de onderkaak aanpassen telkens er een ademstop optreedt tijdens de slaap. We kunnen de aanpassingen tegenwoordig van op afstand doen met een kleine, computergestuurde motor verbonden aan de mondbeugel van de patiënt. Maar we zijn nog op zoek naar manieren om dit zo goed en zo snel mogelijk te doen. Als dat mogelijk is, hopen we dankzij dit onderzoek te komen tot de meest optimale instelling van de MRA-beugel voor elke individuele patiënt en zo opnieuw de rust in de slaapkamers te brengen.